voor slachtoffers van bijvoorbeeld aardbevingen kunnen ze het verschil maken tussen leven of dood, reddingswonden. Ze kunnen alleen maximaal presteren als ze regelmatig oefenen. Er zijn zelfs wedstrijden. Deze week wordt voor het eerst in Nederland het WK voor reddingshonden gehouden. Niet dat die honden dat echt merken, want zij zijn vooral bezig met spelen. Als je niet zou weten dat hier een sportieve krachtmeting plaatsvindt, zou je denken dat hier een ramp is gebeurd. Voor de organisatie is dat ook zo. Wij staan nu voor een schoolgebouw, een oud schoolgebouw waar een ontploffing is geweest. Met slachtoffers? Ja, 3 slachtoffers. Waarschijnlijk. Het is een hangjongerenplek, niet negatief bedoeld, maar zo wordt het uitgelegd. En we weten niet precies het aantal, maar we verwachten 3. Reddingshonden uit 19 landen van over de hele wereld laten zien hoe zij mensen kunnen opsporen. Vandaag geen Nederlandse deelnemer, maar wel Andy. Die heeft zijn neus laten zien. Hij zou best wel eens een favoriet kunnen zijn van de WK 2016, want Andy is nu pas 11 weken. Volgens een baasje blijkt uit een test met brokjes kaas dat hij een toptalent is. Nou, dit is een trainingsforum, eigenlijk een beginnende manier om de hond te leren zoeken, zijn neusje te gebruiken. Wat ga je dan zo doen? Ik gooi het een beetje voor hem uit, zodat hij dat wel ziet. Dan gaat het in het gras liggen en dan zal je zien dat hij, als het goed is met zijn neusje, stukjes gaat zoeken. En als je zelfs op de vierkante meter met je neus zoekt in plaats van je ogen, dan heb je het in je. Maar naast een goede neus moet je natuurlijk ook gewoon goed naar je baas luisteren. Daarvoor moeten honden een pittig parcours afleggen en laten zien dat ze nooit, maar dan ook echt nooit afgeleid worden, ook als er een andere leuke natte neus in de buurt staat. Onze favoriet Andy is ondertussen het echte reddingswerk al aan het oefenen. Ja, ik was heel trots. Hij ging in 1 streep erop af en hij keek niet meer om naar mij. Oké, Andy zien we dus zo goed als zeker in 2016 als deelnemer. Het WK 2013 duurt nog tot en met komende zondagmiddag. Gaan wij.